Met veel geschreeuw is vanmiddag in het hele land geprotesteerd tegen de bezuinigingen op kunst en cultuur. Het Schouwburgplein in Rotterdam stond 's middags vol met tegenstanders van de bezuinigingen die zich duidelijk lieten horen. Het kabinet kort de cultuursector met 200 miljoen euro. Bovendien gaat de BTW op theaterkaartjes omhoog. Dat moet nog eens 90 miljoen opleveren.